Oké okay, mensen, we gaan het gewoon doen. 43 gems voor level 100. Let's go. Hallo allemaal. Welkom terug bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is Floriska en vandaag zijn we hier op mijn Stadshuis level 9 account. Zoals jullie weten is dat mijn tweede account en momenteel is die level 99. En daar gaat vandaag verandering in komen. Vandaag gaan we namelijk level 100 worden. Ik heb opgezocht op internet hoeveel XP ik hiervan ga krijgen van deze val. Deze val gaat ons namelijk 415 XP gaan geven. En um, dan denk je van, even kijken. Oké, okay, maar Flosje, dat is toch helemaal niet genoeg? Daar heb je helemaal gelijk in. We hebben hier nog een luchtmijnzoeker. Die ook over 11 minuten klaar is. En die kunnen we voor 4 uh, gems jammen. Die gaat ons ook 200 iets XP geven. Maar dat is nog altijd niet genoeg. Maar daarom hebben we hier nog een luchtboom. Die ook aan het upgraden is. Naar level 4. En dat gaat ons 43 gems kosten. Natuurlijk, 43 gems is best veel. Maar. We hebben alle vijfde bouwers. We hebben 2100 gems. Waarom niet gebruiken? Want anders kan het zijn dat ik niet uh, kan opnemen op het moment dat ik level 100 word. En ik wil dat gewoon echt doen. Dus mensen, smash zeker even een like op deze video. 200 likes moet gewoon lukken. Doe gewoon even. Samen kunnen we dat hopelijk halen. Zou mij enorm motiveren. Ik ben namelijk van vrijdag. Tot de vrijdag van de week erna ben ik op vakantie. Dus ik zal proberen heel wat video's voor jullie hebben klaar te staan. En uh, ja, natuurlijk extra motivatie is natuurlijk gewoon altijd welkom. Maar nu is het gewoon tijd om hier uh, level up te krijgen. Dus we beginnen gewoon met deze veerval naar level 4 te doen. Dat doen we nu gewoon meteen even. Hoppakee. We zijn gewoon nu een stukje dichterbij. Zoals jullie kunnen zien. We hebben nog exact, exact... 400 XP nodig. Nu gaan we door naar de luchtmijnzoeker. En we gaan dan even deze ook upgraden. We gaan nu gewoon de luchtmijnzoeker upgraden. 3 gems. Oké okay, mensen, we zijn zo dicht bij level 100. Oh mijn god, let's go. Nu de luchtbom. Nog 107 XP als mijn wiskunde klopt. Holy damn. En we gaan het ook gewoon doen. We gaan lekker mooi uitzoomen. Ik wil dat mooi op mijn base zien komen. En uh, ja, oké okay, mensen. We gaan het gewoon doen. 43 gems voor level 100. Let's go. We zijn gewoon level 100. Het kwam erop. Zie hier de drie getallen. Holy damn. Level 100. Ik weet niet meer precies hoe het voelde toen ik op mijn main account level 100 aantikte. Maar ik ben zeker dat ik het fantastisch vond. Echt, als je een lang class of klein speelt, dan ben je gewoon blij om eindelijk in die drie cijfers te zitten. Trouwens, mensen, laat mij nu even in de comments weten of jullie willen dat ik met dit account even gewoon doorpush naar. Uh, Meester Divisie. Momenteel zitten we op de 2500. Laten we het gewoon even afronden. En dus nog maar 100 cups. Zou ik gewoon door kunnen pushen om daar even in Masters League te farmen? Misschien maak ik daar dan een, uh, gewoon een video over. Farmen in Masters League. En misschien ga ik dan Lava Loon gebruiken. Momenteel gebruik ik dus mijn reuze strategie. Die mij echt heel wat loot oplevert. Zoals jullie kunnen zien. Maar misschien dat ik dan met Lavaloon ga trainen. Eh, eh, met farmen. En misschien willen jullie daar dan een video van zien. Wie weet? Laat me dat dus weten in de comments. Moet ik doorpushen naar meester divisie? Voordat we nu gaan aanvallen. Want natuurlijk, we hebben gewoon troepen klaarstaan. Um, kijk, we hebben hier mijn boosterskoning koningin. Die kan ik upgraden naar level 11. Maar daar ga ik nog even mee wachten. Want we zitten al, jammer genoeg. Nu en jammer genoeg. We zitten in een war. En daardoor kunnen we gewoon jammer genoeg onze queen nog niet upgraden. Maar we kunnen natuurlijk ook wel wachten tot morgen. Um, bij hier het heldenboekje natuurlijk. We hebben trouwens ook een clan games missie die bijna klaar is. Dan hebben we weer 400 punten erbij. Wat natuurlijk super sick is. Ook al hebben ze al gehaald. Ik wil toch nog zeker even 1000 punten aantikken. Dat moet zeker lukken. Laten we nu even in een aanval gaan. Want ik ben voor iets aan het sparen. En dat is namelijk de verbeterde... Uh, Boosje te storen. Dus dat je ze dus kunt halveren. En dat die dan sneller schiet. Daarvoor ben ik dus momenteel aan het sparen hier. En uh, daar, dat zal ik niet deze video doen. Dat zal ik sparen voor een andere video. Ik ben ook niet eens zeker of dat ik dus genoeg loot. Voor dat ga krijgen deze video. Want het is in totaal, denk ik, 4 miljoen dat het kost. We zitten nu op de 3 miljoen. Dus het zou natuurlijk mooi zijn. Maar ik denk dat ik het gewoon ga sparen voor een uh, volgende video. Maar laten we nu hopelijk even snel een aanval vinden. Met redelijk wat loot. En uh, ik zie jullie dan gewoon. Terug, zodra we dat hebben gevonden. Oké, okay, mensen, we hebben hier onze status level 9 gevonden. Die we gaan aanvallen. En ik, ik vind echt: deze basis, ik kan ze aan met deze reuzenstrategie. Ik kan hier best wel wat loot van pakken. Maar ik zou het toch fijner vinden om hier al Lava Loon of zo te gaan gebruiken. Dus laat mij dat weten in de reacties. Moet ik Lava Loon gaan gebruiken of zoiets. Of een andere farmstrategie. Laat mij dat weten in de reacties. Daarvoor dienen ze. En uh, dan gaan we misschien doorpushen. Naar hoe heet het naar een uh, meesterdivisie? Hoe gaan we deze base aanpakken? Queen en King zijn hier. Dus laten we dan misschien via hierboven gaan. Dan kunnen we misschien de air defense uitschakelen. En uiteindelijk de healer inzetten. We willen natuurlijk proberen dat stadshuis te pakken. Want we hebben namelijk een missie. Dat we het stadshuis moeten pakken. En um, ja. Ik denk dat we hier ook meteen een heel spreuk op gooien. Die, die muurbrekers zijn niet zo fantastisch, moet ik eerlijk zijn. Oh, gelukkig, ze, ze maken de muur niet kapot Want anders gaan de reuzen niet Richting uh, de air defense uh, We zetten de healer nu in oh, Ja, nice, die gaat naar de reuzen uh, We gooien er even een rage op de Healer moet goed even healen Want anders hebben we een klein probleempje hier Ik zet hier even twee reuzen in En de rest van onze uh, Nou, een paar resterende uh, Boogschutters Want we willen natuurlijk ook gewoon proberen Hier uh, de alle loot te pakken en daardoor met die reuzen kunnen we natuurlijk mooi de defenses afleiden. Het ziet er niet naar uit, mensen, dat we hier het stadshuis gaan kunnen pakken. Want ik heb mijn helden eigenlijk te laat ingezet. Nou, niet ingezet. Ik had ze kunnen inzetten en dat had misschien wel een slim idee geweest. Maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. En ik heb ook mijn klantroepen gewoon compleet vergeten, eigenlijk. Wat natuurlijk ook niet helemaal ideaal was. Wat ik denk ik ga doen is hier mijn klantroepen inzetten met een haatspreuk. En dan kunnen we proberen hier. Gewoon easy die loot te farmen. Dat zou wel natuurlijk mooi zijn. Hier zit natuurlijk heel wat duister in. En dat is ons ook gelukt. Dat is natuurlijk super nice. Hier hebben we nog een uh, goudmijn met 100.000 uh, elix uh, goud, denk ik. Of 75.000. Hier zit dan ook nog uh, 75.000 in. Dus laten we proberen hier heel even wat. Um, hoe heet het gebouw te clearen. Zodat we dan uiteindelijk met onze helden eventueel. Aan nog deze goudmijn uh, kunnen komen Ik heb dus nog 3 sterren nodig Voor die clan games missie En als we hier de 1 ster halen is het geen probleem Dan moeten we gewoon proberen volgende aanval De 2 sterren te halen En ik denk dat dat wel moet lukken um, Deze boogschitter haalt hier lekker nog Deze uh, powers hut neer En ik denk dat we dan hier Heel mooi deze defenses kunnen afleiden Met uh, hier deze reus En dan gaan we hier de archers inzetten Dat is natuurlijk wel nice Ik denk dat we ook gewoon de queen meteen inzetten en uh, dan is dit mooi geflikt. We hebben redelijk wat loot gepakt. We activeren haar ability. En we hebben natuurlijk een uh, heal over. En dit is 475.000 goud. En uh, we krijgen nog de puntenbonus erbij. En we hebben ook redelijk wat elixer. Uh, Duister elixer bedoel ik. Um, dus mensen. Wow, we gaan er misschien met geluk. Zelfs deze video nog aan die 4 uh, miljoen geraken bedoel ik. Um, ik zal jullie dat even laten zien trouwens. Dat is hier namelijk dit. 4 miljoen. 7 dagen. Maar uh, ik ben hier eigenlijk niet echt actief op deze builderbase. Dus dat maakt mij niet echt zoveel uit. En we hebben de builder toch niet vrij momenteel. Dus ik zal dat sowieso in een latere video moeten doen. Hmm, we hebben trouwens ook hier nog wat loot. Dus we zouden het eigenlijk best wel kunnen doen. Maar zoals ik zei, we hebben de builder niet vrij. Maar nu gaan we snel even nieuwe troepen trainen. En we gaan nog eens lekker aanvallen. En we kunnen dan uiteindelijk misschien. Uh, op het einde van de video nog een muur upgraden. Zo met ons elixir. En hopelijk kunnen we misschien ook nog een val upgraden. Deze luchtbom is dus klaar. Die, daar kunnen we niks meer aan doen. Deze luchtmijnen zijn beide al level 2. Daar kunnen we ook niks meer aan doen. Dus het enige wat we serieus nog moeten doen... Qua upgrades, behalve muren, zijn hier nog luchtbommen met goud en zo. Dus uh, ja, wat ik denk dat ik ga doen, mensen, is dat we gewoon op het einde van de video deze twee luchtbommen upgraden. En dan kan ik in tussentijd doorfarmen, gewoon nog voor die 4 miljoen. Want ik bedoel, dit duurt nog 2 uur. Tegen dan heb ik al bijna weer 4 miljoen, hoop ik. Ik ga, denk ik, een boostje activeren met die, een van deze spreuken hier. Dus dat moet wel lukken. We vinden meteen deze base. Ook weer met heel wat. Loot. Uh, Queen staat hieronder, dus die gaat ons niet zoveel amputeren. King hierboven. Ik denk dat we hier via rechts binnen gaan. En uh, met helden natuurlijk, want dan kunnen we hier lekker ook binnen in die tweede cirkel geraken met alle loot. En ik denk dat ik ook wel wat reuzen ga overhouden om, zoals ik dus al zei, hier binnen te komen. Maar laten we beginnen met hier rechtsboven in te zetten. Uh, ik zet hier even twee archers in. Uh, voor hier de procenten en zo. Waarom niet? Stadshuis hier gaat eigenlijk nog wel een best pittige taak worden. Want Stadhuis zit wel dik hard in het midden. Um, air defenses uh, ook eigenlijk. Dus dat is natuurlijk wel een beetje vervelend. Uh, hoe gaan we dit doen? Ik moet met beginnen met wizards nu in te zetten. En laten we nu ook binnengaan met onze helden. Alle muurbrekers ook even inzetten. Nee! Nee! Reuzen, waar gaan jullie heen? Waar gaan die heen? Waar gaan die reuzen heen? Die reuzen, die reuzen, die reuzen, nee! Dit was echt bijna helemaal slecht afgelopen. Maar we hebben ze net kunnen saven. Ik wil de hele er nog niet inzetten, want die gaan anders compleet dood. Ben ik de Barbarenkoning zijn ability vergeten of heb ik die uiteindelijk toch gedaan? Ik kan me dat niet meer herinneren. Maar ja, oké, okay, bon. Ehm. Um... Oké, okay, dit ziet er niet helemaal fantastisch uit. Ik zet hier even twee archers in, even serieus. Die één schot van een archer was genoeg. Uh, even uh, Queen activeren. Hopelijk gaat hij naar het stad... Naar het stadshuis. Queen, jij gaat naar het stadshuis gaan. Queen! Queen gaat niet na naar het stadshuis. Dat was natuurlijk normaal. Dat was te verwachten dat hij niet naar het stadshuis ging gaan. Die X-boog hier is ook heel vervelend. Laten we gewoon voor de duister gaan. Oké. Okay. Die X-boog gaat ons wel heel wat ammeteren. Maar laten we toch proberen het stadshuis nog te pakken. Met onze troepen hier. Maar het zal heel lastig worden. Kijk naar ons duister. 64.000. Daar kunnen we al heel wat mee. Ik denk dat we zelfs een paar mooie upgrades in het laboratorium zouden kunnen doen. Maar momenteel hebben we dus onze draak die naar level 4 aan het upgraden is. Oh mijn god. God, ik had heel even hoop dat deze archers. Uh... Weet je, ik ga gewoon al ingaan. Nee, die wizard, die gaat nog te vroeg zijn. Die gaat in range komen van dat kanon, denk ik. Gaat die in range komen? Ja, ik wist het, hè? Kom op. Kom op, troepen. Kom op. Haal het stadshuis gewoon neer. We hebben de ster nodig. We hebben de ster nodig. Nee, wizard gaat ook in range. Wizard gaat in range. Oké, okay, we hebben het stadshuis. We hebben het stadshuis. Lekker! Lekker, dat is natuurlijk nice. Nu krijgen we 400 punten bij voor de Clang Games. En bam, we krijgen ook nog een beetje extra loot. Dus we gaan hier de aanval lekker beëindigen. We hebben hier. Niet zoveel goud uitgekregen. Ik had gehoopt op wat meer. Maar toch nog de 60.000 extra. Dus dat brengt ons nog op een toch een redelijk aantal. Elixir valt reuze mee. Maar we gaan hier naar Het duister was fantastisch. 3.000 duister vind ik prima. En ook nog eens twee sterren. Waardoor we onze missie lekker hebben gehaald. Uitdagingsvooruitgang voltooid. En. We krijgen hier 400 punten bij. Ik ga even kijken, snel. Is er een missie die we kunnen doen? Dat is in Clan War. Um, zou ik best kunnen activeren, want binnenkort hebben we nog Clan War. En. We hebben hier deze ook nog. Uh, weet je, ik ga deze gewoon makkelijk even activeren. Want ik denk dat ik in plaats van troepen. toch nog even farmtroepen ga trainen. Want ik wil echt... Ik ben even in farm mood. En ik denk dat ik nog een boostje ga activeren of zoiets. Na de opname. Oké, okay, qua upgrades. We gaan gewoon deze twee upgrades starten. We gaan even hier deze upgraden naar level 4. Let's go. En ook nog deze. En nu. Nu gaan we een soort van max... Uh, ja, wat is dit voor base? Ik weet het niet Voor de mensen die niet weten wat voor base het is Ik heb dus uh, Van toen ik naar status level 9 ben gegaan Ik was max status level 8 Volledig max En toen ik naar status level 9 ben gegaan Heb ik nog niks bijgeplaatst Ik heb nog niks bijgeplaatst van status level 9 Behalve Mijn boogschutters koningin En de duistere spreukenfabriek Kon je denk ik al op TH uh, Op TH 8 denk ik als ik me niet vergis. Dus, ik heb nog niks bijgeplaatst. Uh, kun je twee boeren op TH? Nee, op TH8? Ik kan me niet herinneren. Zou kunnen zijn dat ik de tweede duistere boor wel heb bijgeplaatst. Maar, dat, dat zou dan het enige zijn. Uh, dus, ik ga nu deze base volledig maxen. En zodra dit max is, met muren dus ook level 10, dan gaan we de rest bijplaatsen. Behalve X-bogen, daar wachten we dan nog even mee. Want dat is natuurlijk een enorme warweight. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Zo ja, laat zeker een like achter. Dat zou ik enorm appreciëren. Ben je nou nieuw op dit kanaal en heb je nog niet echt eerder video's van mij gekeken? Of heb je nou gewoon nog niet de moeite genomen om te abonneren? Doe dat dan zeker ook even. Op het moment dat ik dit opneem, zitten we enorm dicht bij de 5300. Dus het zou super sick zijn. Moest je dat in een van de komende dagen kunnen uh, aantikken? Tot slot nog even social media. Je kunt me natuurlijk volgen op Twitter. Link staat in de beschrijving. Hetzelfde geldt voor mijn Instagram. Uh, daar post ik allemaal Clash of Clans-related dingen. Dus zeker even volgen. En natuurlijk de Discord server. Ik zit soms een keer in de call met kijkers. En dat kan natuurlijk in de Discord server die in de beschrijving staat. Zeker even joinen. We zitten momenteel bijna met 400 mensen in de server. Wat natuurlijk echt gek is. En uh, ja, join zeker. En misschien spreek ik je daar nog wel. En voor de rest zie ik jullie gewoon weer terug. Bij de volgende video. Laten mensen.